Midden in de coronapandemie gaat verhuurplatform Airbnb naar de beurs. Dat is opvallend. Een bedrijf dat zijn geld verdient aan mensen die bij anderen overnachten, terwijl vakanties in het buitenland verder weg lijken dan ooit. Op dit moment heb ik voornamelijk Nederlanders die overal vandaan uit het zuiden of veel uit het oosten ook. En die inderdaad, vooral de provincie Noord-Holland, stond nooit zo op de kaart wat betreft toerisme. En dat merk ik wel, dat mensen echt fantastisch vinden. Je kunt hier heel veel, er is veel te doen. Er zijn leuke steden in de omgeving om eventjes zo te bezoeken. Het strand heb je natuurlijk. Jacqueline verhuurt sinds een paar jaar haar polderhuis in de achtertuin via Airbnb. In de Rijp, zo'n half uur boven Amsterdam. Opvallend, in dit coronajaar draaide Airbnb haar beste derde kwartaal ooit. Toen COVID begon, toen daalde ook hun business met ongeveer 90%. Dat is natuurlijk enorm. Net als overal in de hele toerisme-industrie. Maar ze hebben eigenlijk ook de crisis aangegrepen om ook hun hele kostenstructuur aan te passen. Dus ze hebben ongeveer een derde van het personeel hebben ze omslagen. Ze hebben enorm bezuinigd in marketingkosten. Ze hebben heel veel projecten hebben ze stopgezet. Dus ze hebben vooral zich gefocust op het beperken van de kosten. Wat uiteindelijk ook eraan bijdroeg dat ze ook dat kwartaal winst hebben gemaakt. De afgelopen jaren is het aantal Airbnb-woningen ongelooflijk hard gegroeid in ons land. Terwijl er in 2016 nog maar 26.000 accommodaties werden aangeboden, zijn dat er nu ruim twee keer zoveel. Maar onder andere door strengere wetgeving is het aantal geboekte overnachtingen in Amsterdam over zijn hoogtepunt heen. In 2018 daalde dat voor het eerst na jaren sterke groei. Het aantal overnachtingen in de regio steeg in diezelfde periode wel, met een derde maar liefst. Dat merkt ook Jacqueline. Het internationale toerisme ligt stil, maar mensen willen erop uit in eigen land. Allemaal Nederlanders, Nee, dat klopt. Ja, zeker. Dus die buitenlanders zijn allemaal afgevallen. Maar die stonden er wel. Maar ik heb er nu wel weer ook wat boekingen wel. Die gewoon denken van, dan is het wel opgelost met dat corona. Dus die staan wel op de kalender inmiddels. Midden in de pandemie gaat Airbnb naar de beurs. Aandeelhouders lijken in de rij te staan. Volgens analisten betekent dat vertrouwen in herstel van de toerismesector. Maar wat gaat er voor gebruikers veranderen? Op korte termijn, of nou een beursinvesteerder of een private investeerder de eigenaar is, dat maakt eigenlijk voor de dagelijkse operatie heel erg weinig uit. Wat natuurlijk wel op lange termijn kan gebeuren, is dat natuurlijk ook de beursaandeelhouders meer te zeggen krijgen over het bedrijf. En misschien dan op korte termijn meer geld uit het bedrijf willen halen, wat effect kan hebben op bijvoorbeeld de commissies van het platform. Maar Airbnb wordt al lang niet meer gezien als het sympathieke platform waar mensen hun logeerkamer opzetten. Het is een miljardenbusiness. En vooral in Amsterdam dreigen bepaalde wijken te ver-Airbnb'en. Door professionele partijen die huizen opkopen en verhuren. Kijk, natuurlijk zijn er nog steeds heel erg veel voorbeelden van mensen die af en toe hun huis verhuren als er niet zijn. Dus in ieder geval een deel van het aanbod zal zeker zo blijven. Maar ook een heel groot deel van het aanbod is inderdaad gewoon meer professionele verhuur. Je ziet ook dat Airbnb daar ook heel erg op aan het sturen is. Kijk, uiteindelijk verwacht de klant ook een bepaald niveau dienstverlening als ze via Airbnb boeken. Natuurlijk is het ook een inkomstenbron. Maar het is gewoon een zo prachtige locatie en bij mij staat die leeg. Dus dan is het ook heel mooi als mensen hier gebruik van kunnen maken en het plezier hebben en kunnen wandelen en fietsen. Dus dat, en soms zit ik er zelf even als ik aan het schoonmaken ben, kijk even zelf dom die polder in. Ook wel lekker. Het aandeel Airbnb wordt verkocht voor $68. En het bedrijf heeft daarmee een totale waarde van $37 miljard. Daarmee is het de grootste techbeursgang van dit jaar.